Die mensen moeten hun geld terugkrijgen. Dat is te gek. Het is hun eigen geld. Dus, uh, nee, ik vind het ook hoor. En met rente. Zegt Lottie Hufner. Haar ouders en zusje moesten in 1943 naar kamp Sobibor. Lottie naar Vught. Ze overleefde als enige en keerde alleen terug naar Amsterdam. Dat joden in die tijd een boete of een naheffing kregen. past in de tijdsgeest, zegt ze. We zijn gewoon in de steek gelaten. De heeft, niemand heeft ons verzorgd. Ik moest wel maar mezelf uh, zien te rooien. Na de oorlog kregen Joden te maken met betalingsachterstanden. Die werden veroorzaakt door de inmiddels gevluchte Duitsers of NSB'ers die hun huis hadden ingenomen en nooit erfpacht hadden betaald. De advocaat van de gemeente adviseerde na de oorlog al om het erbij te laten zitten, maar dat gebeurde niet. De gemeente is willens en wetens van dit advies afgeweken. Hetgeen niet anders kan worden gekwalificeerd dan als een volkomen onnodige hardheid ten aanzien van erfpachters die tijdens de oorlog uit hun bezit waren ontzet. Lottie kreeg niet te maken met een erfpachtboete, maar kreeg na de oorlog wel een soortgelijke brief. Het was eigenlijk meer voor mijn vader, maar ik kreeg dus die brief uh, dat mijn vader in 43 zijn belasting niet had betaald. En we zijn... In februari 1943 weggehaald. En mijn vader is nooit weer teruggekomen. Ze zijn allemaal vermoord. Het is heel onzorgvuldig, natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat ze dat in 1947 in, in gaan vragen. dat geld van 43 Terwijl ze weten dat, uh, dat de mensen weggehaald zijn. Volgens het onderzoek moet de gemeente 4,9 miljoen euro betalen. Maar het NIOD benadrukt dat de politiek daar zelf een beslissing over moet nemen. Het rapport en de kwestie worden binnenkort behandeld in de gemeenteraad.